Vandaag leek het me leuk om een review te maken van de anti-klipborstels. Deze heb ik bij de Kruidvat gekocht. Ze zijn 4 euro per stuk. En dat is niet duur voor een borstel. Deze had ik in het roze. Zeg maar, wat roze is gewoon roze. Dit roze. En dan dit zwart. Deze kleine had ik ook in... Dit was ook weer... Ja, dat was roze met roze. Alleen, die kleine heb ik ooit meegenomen op reis. Maar die ben ik daar kwijtgeraakt. Die grote, die gebruik ik nog elke dag. Alleen, op een gegeven moment gaan die dingen... Gaan heel lam worden. Maar ik ga ze nu openmaken. Maar ik had gewoon dus een nieuwe nodig. Toen zag ik ze dat ze maar 4 euro waren weer bij de Kruidvat. Soms zijn ze in de aanbieding. Ik probeer hem nu even open te maken. En ik vind ze zelf heel fijn, dus ik ga ze even reviewen. Sorry, ze zit er heel erg vast. Het is eigenlijk gewoon een stuk plastic. Maar hij is wel heel fijn. En zo ziet hij eruit uit de verpakking. En ik hou zoveel van jou. Ik zal ook even de kleintjes. De kleine openmaken. Hey, de borst krijg ik er best wel lastig uit. Oh, deze gaat makkelijker. Hieronder zit zo'n gat. Deze is heel makkelijk, want die kan je zo in je hand houden. Ja, nu ook niet al te ruw gaan kammen. Maar nou, deze vind ik heel fijn. En hoe cute staat dit zo bij elkaar? Heel cute. En ik heb de kleine er maar gelijk bij genomen, want 4 euro. Doe een klein vlekje op. Dus deze... Ik vind ze heel fijn, dus ik ga ze... En ja, gaat gewoon door je haar heen. Heel makkelijk, want ik heb... Nu, eigenlijk heb ik nooit een geklitten, maar 1. Ze zien er heel leuk uit. En 2. Ze zijn ook best wel fijn. Alleen niet echt dat ik snel klit heb, zo, maar... En kijk... Zal ik mijn haarklit vrijmaken? Kijken hoeveel haar er nog in zit. Wow, er komt zo ijs uit mijn haar. Beetje bruis. Chocola. Een beetje chocolaatje. Chocola zit er nog steeds. Met de grote. Sorry, daar zat de klit. Ik weet niet wat het is, maar het zit nu in deze wal. Nou. Nou, mijn haar is nu klitvrij. En ik zie maar 1 haar zitten. Een paars pluisje. Alleen hier, maar die... Even kijken. Kijk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Daar is tussen haar. En dat heb je ook met die kleine. Deze is echt vooral heel fijn als je zo een staart wil maken. Vind ik dan, hè? Het is zo. Zal ik mijn haar een beetje krullen? Nee, oké, ik heb stel haar. Er staat wel bij. Ik zal even voorlezen wat erop staat. Ontklit zowel droog als nat haar. Te gebruiken voor alle haartypes. Niet gebruiken bij het volen van uw haar. Oké.
heel duidelijk. Ja, mijn cijfer is toch echt wel een 10. Want ze zijn zo fijn. En vooral deze, die kan gewoon zo heel makkelijk in je handtas. En dit ziet er ook zo leuk uit. Het is net een paasei. Hoe cool. En ze zijn ook heel goed om te masseren. Want kijk. Dus zo. Ook voor het scrubben. Is het echt heel fijn. Want het beschadigt je huid niet. Je haar trouwens ook niet. En kijk, ik kan gewoon heel zachtjes zo. Maar ik kan ook gewoon... Nee, je moet niet zo hard gaan drukken, want dan gaat die haren gaan dan helemaal anders staan. Ja, dat kan je dan zo. Heel simpel. Zo, woep. En ja, het gaat er heel mooi van zitten. Oké. Okay. Kijk hoe mooi hij hiervan gaat zitten. En kijk, ik kan ook. Het beste is als je deze even een beetje zo doet. Je ziet dan al die dingetjes die staan zo. Dan moet je het even de andere kant uit doen. Dat is heel goed voor een borstel. Maar nu ga ik dit even weggooien. Heel erg bedankt voor het kijken. Het cijfer van mij is een 10. Dat had ik al gezegd. Ik weet niet. Doei! Vergeet niet te abonneren. Een leuke reactie is altijd welkom. En vergeet het blauwe duimpje omhoog niet. En tot de volgende keer. Doei!